Hoi, ik ben Floris. En ik ben Mark. En dit is Bagheera. En wij hebben besloten ons huis te verkopen, een camper te kopen en begin volgend jaar naar Italië te vertrekken op zoek naar een nieuw thuis. Jongens, Mark gaat een verhaaltje vertellen. Ik had dus ooit een goede zonnebril. Daar was ik heel blij mee. Joost mag weten waar die is. Werd wel ouder, maar goed. Die snelle planga. Die groene. Die Ray-Ban. Nee. Ja, die ben ik ook pissen. Ja, nou dat ding dat zag er ook niet uit. Dus dat is misschien alleen maar goed dat die weg is. Die heb hij weggegooid. Maar daarna had ik een groene, een plasticke. Die was op zich van gerecycled spul. En dat vind ik dan ook wel weer leuk. Maar het kwam de kwaliteit niet ten goede. Met name de glazen waren niet zo heel best. Het was een merk met allemaal eco-certificaten en weet ik het wat allemaal. Maar qua duurzaamheid met hoe lang die meeging. Nou, hij gaat misschien nog wel mee, maar ik zou niet weten waar die is. Ik denk dat hij nog in de Jaguar ligt, in de hoge. Maar dat maakt niet uit. Ik ben dus al een tijd op zoek naar een andere zonnebril. Ja. Ik leende er elke keer eentje van Floris. Die stond me ook eigenlijk wel goed. Ja. Hebben jullie wel gezien, denk ik. Elke keer loop ik langs de winkel en dan denk ik, nou, is niet, nee, is niet. Niet, is niet. En nu serieus, en we zijn er al 3 keer langs heen gelopen. Ja. Ik kijk in de etalage, ik denk, dat is een leuke bril. En zie hier... Ik zou even de deur dicht doen, want je ziet de hele tijd weer spiegeling. De nieuwe zonnebril. Even een kant, jongens. Hoe staat die, jongens? Ik doe even de deur dicht, dan zie je het wel beter. Nou, je ziet het prima. Nou, nu zie je mij ook. Blauw. En de glazen die zijn eigenlijk niet zo heel gek donker, maar ik heb het even in de zon geprobeerd. Dat zijn van die gepolariseerde glazen. Dus ze passen zich ook aan. Ja, dat doet hartstikke goed. Maar goed, daar ging het niet om. Ik ben wel blij dat ik een zonnebril heb, daar gaat niet om. Maar wat hebben we vanmorgen gedaan? We zijn naar de makelaar geweest. We hebben een makelaar aangeschreven hier. Dat hadden we volgens mij ook al verteld. Maar daar hadden we een afspraak gemaakt voor vandaag. Ik denk, we pakken die erbij. Maar, ik doe maar even netjes in douche. Maar we hadden een afspraak daar gemaakt. En vandaag hadden we die afspraak. We gingen naartoe voor een aantal huisjes te bespreken. Ja. Want eigenlijk wou ze alles via de app en mail doen. Maar ja, wij dachten, het gaat een stuk makkelijker als je gewoon even face-to-face bij elkaar zit. En het zo bespreekt. Nog geen uurtje, we waren klaar. Daarom. We hebben nu 6 bezichtigingen. Huizen die we willen gaan bezichtigen. Ja. Met een aantal voorwaarden eraan gesteld. Waar zij gaan kijken of dat mogelijk is. Onder andere de camperplaatsen. Ja. Of daar mogelijkheid tot is. En ja. Heel positief gesprek. Ja, wat ik merk is dat je zelf ook heel veel vragen opwerpt bij jezelf. Van wat wel, wat niet, wat kan niet. Welke regels zijn waarvoor. Kijk, het is geen overheidssite hier waar je zo even openslaat en alles staat erin. Nee. Dus je moet het doen met informatie die je krijgt van iemand die er verstand van heeft. Ja. En ook die zijn soms lastig te vinden. Maar wat je merkt aan deze makelaar, dat is echt positief. Is ten eerste, ze doen vrij veel panden in hoge prijsklassen. Ja. Prijsklassen die wij echt niet gaan betalen en nog niet kunnen betalen. Ook niet willen ook. We moeten met een pand van 1 miljoen of meer. Maar meer dat ze gewend zijn om met een dergelijke klantencliënteel om te gaan. Dus dat is al een heel verschil. We hebben ook veel makelaars aangesproken, maar die reageren niet eens. Ja, maar ook klanten die vragen hebben. En ze nemen ook de tijd om vragen te beantwoorden. En ze hebben ook het geduld. En dat heeft er ook mee te maken, ze zijn ook gewend om met buitenlanders te werken. Ja. Ik bedoel, een Italiaan die is heel anders dan een Nederlander. En hoewel wij ons wel willen aanpassen aan het Italiaans, hebben wij ook nog gewoon de Nederlandse vragen nu erbij. Waar menig Italiaan van denkt, ja, het zal. Is het toch wel fijn dat je dan een makelaar hebt die daar ook gewoon serieus antwoord op geeft. Ja, het heeft in ieder geval een hele positieve wending gegeven aan heel veel vraagstukken die in het hoofd zitten of op papier staan. Het is actief. Dat noemde ik net met makelaars die helemaal niet reageren. Maar ze is ook echt actief. Ja. Ze denkt ook nu steeds meer mee in hetgeen wat we zoeken. Je merkt ook dat ze ons leert kennen. En gaat filteren ook. Of van dit zou dan ook interessant kunnen zijn. Of hier liggen al deze mogelijkheden met hetgeen wat je wil gaan doen. Ja. Dat is heel fijn. En het zeg ik, heel veel open vragen zijn eigenlijk beantwoord. Dat scheelt aanzienlijk. Dus het geeft een hoop rust.
Vrijdag dan hebben we een afspraak en dan kunnen we ons met een, ja, wij noemen dat in Nederland een IBAN-nummer. Maar hier hebben ze een andere naam voor sociaal nog wat. Maar in ieder geval zeg maar een burgerservice nummer maken we dan aan in Italië. Dat doen we allebei trouwens. Ja. Dus dan kunnen we ook echt een huis kopen, want die heb je gewoon nodig als je een huis wil kopen in Italië. Ook met dat soort dingen is het heel fijn dat zij dat ook dat allemaal regelt. Allemaal. Regelt. Oh, ik bedoel, ze print die dingetjes uit, ze zegt, zet hier mijn handtekening, vul het gegevens in en klaar. Ja. Dat is heel fijn, want als je daar zelf al achteraan moet gaan, dan is dat gewoon echt wel een geregel. Want wij hebben geen idee welke sites we moeten gaan, waar we afspraken moeten maken, hoe we het moeten regelen. Ik bedoel, en voor haar is het gewoon van ja. Ja, omdat, ze doet dit vaker. Ja. Het is eigenlijk een one-way shop, zeg maar. Ja, en ook omdat zij de taal volledig machtig is. Ze hebben een afspraak geregeld in 3 minuten nog niet eens. Ja, en wij zullen er waarschijnlijk een uur mee bezig zijn voordat wij denken, oh, die zij lopen vast en dit lukt niet en dat lukt niet. En nee, zij doet het zo even. Ja, en voor de Italianen denken ze ook in efficiëntie. Dat wil zeggen, we hebben die afspraak hebben we nou om 9 uur 's morgens. Ja. Ja, zegt ze, maar als het dan een beetje fatsoenlijk weer is, want de komende dagen wordt het hier niet zo mooi. Als het dan een beetje fatsoenlijk weer is, ze zegt, dan stappen we toch in de auto, dan gaan we meteen even het huis bekijken. Want ja, dan hebben we die dag toch al in gebruik. Terwijl, ja, als ik dat een beetje moet toetsen op de gemiddelde Italianen, zeggen ze, nou, doe maar net voor de middag. En dan kijken we daarna wel de week daarna wel weer verder. Maar ze is echt wel ja, to the point daarin. Eigenlijk bijna Nederlands. Zoals we dat in Nederland ook een beetje zouden gewend zijn. Nou gaan we natuurlijk Nederland verlaten. Juist om ook een paar dingen los te laten en anders te willen. Maar die overgang die er nu in zit. Zeg maar tussen Italiaans en wat wij gewend zijn. Is wel heel fijn. Ja. Dus heel positief. We zijn fijn gevoel bij de makelaar. Plakken we even in de amateuristische beelden. Even over de markt gelopen. Ja. En even een koffietje gedronken in het dorp. We zijn op de markt. En de prijzen zijn anders dan in Nederland. Ja. Op de markt. In Nederland is de markt eigenlijk gewoon qua prijzen een supermarkt geworden. Er zijn weinig goede deals nog te vinden. Ja, het einde van de dag wel, maar niet in het begin zoals nu. Als ik hier naar de prijzen kijk. €1,30 voor een kilo aardappelen. €1,50 voor 2 kilo uien. Ja, dat is niet gek. Dat hè? Zijn de betere prijzen. En het is ook best veel en het ziet er ook gewoon goed uit. Ja. Dat vind ik wel een verschil. Maar je ziet ook dat heel veel volgens mij uit eigen tuinen komt. Eigen agritourisme. Ja. Dat zie je echt. We gaan even een rondje lopen. Ja. Ja, het zou mooi zijn als we vrijdag een paar huizen kunnen kijken. We genieten even van een koffietje. Ja, nou ja, koffie is er nog niet. Maar, we wachten nog op de koffie. Gebakjes maar het gebak is er. We hebben wat te vieren, niet aan? Ja. Ja. Kan je straks meer vertellen als we terug zijn in de camper? Ja, we hebben zoals gewoonlijk weer dus de vlogcamera niet meegenomen. Dus ik hoop dat deze beelden bruikbaar zijn. Dat geeft het ook alweer een soort vibe, hè? Dat zie ik heel vaak in van die horrorfilms. Weet je, dan heb je in één keer van die slechte beelden tussendoor die dan met mobiel gefilmd zijn. Ja. Met oude camera, deze zo'n band eromheen, zie je met de tijd dat gefilmd is. Nou, dat is wel heel oud hoor. Maar goed, we gaan even genieten van onze koffie. Ja. En dan gaan we even voor de lunch even wat halen. En dan zullen we in vlogstijl met de camera vastleggen wat ze allemaal weer gedaan hebben. Ja. We hebben een productieve ochtend gehad al. Ja, wel een fijne ochtend. Ja, hoop zorgen minder. Ja. We gaan verder. En we gaan zo meteen even lunchen en dan gaan we inpakken. Ja, want wij gaan weer terug naar een plek waar we al zijn geweest. Het Goudzoek Park for Night Agritourisme. En waarom? Dat is de wasmachine gratis. Want we zijn erachter gekomen als we... Ja, we blijven toch nog de Nederlanders, jongens. Is toch erg, hè? Ja, het is eigenlijk heel erg. Maar we moeten drie wassen, ongeveer 3-4 wassen moeten we even draaien. Dat is €30. Is €30. Als we het hier zouden doen. En dan zit je in een plaatselijke wasserette. Dus dan moet je er of bij blijven zitten. Of je moet de timer heel goed zetten dat je precies terug bent. Anders heb je nog risico dat de mensen met je was vandoor gaan. Ja. Dus hebben we besluit genomen van, goh, we gaan gewoon lekker naar die camping toe. Half uurtje rijden. Je moet toch ergens staan. En ik vind het ook wel weer leuk om even daar naartoe te gaan. Even te toeren. We kunnen weer even een andere route er naartoe zoeken. En dan zie je ook weer wat van de omgeving. Dus even meerdere doelen. Maar dat was, ja goed. Kijk, we staan hier voor een tientje. Dus heel goedkoop. Ja. Maar het toilet is... Wat trouwens ook wel leuk is om te vertellen. Om even over van hak op de tak over te gaan. Er zit een lekker volgorde. Een hele prima opbouw dit. Ja. Maak eerst anders je toiletverhaal maar even af. Nou, het toilet is hier natuurlijk... Ja. Nou, voor 20 cent mag je misschien niet veel verwachten. Nee, je betaalt 20 cent voor het toilet. En kijk, de kleine boodschap doen gewoon lekker in de camper. Maar de grootste boodschap is gewoon fijn als je dat in het toilet kan dumpen. Ja. Maar dat doet iedereen. En dat toilet wordt achtergelaten.
Ja, nu nagaan, er zit hier iemand op. Dat is een dakloze volgens mij, die van de gemeente dit als sociale taak heeft toegezegd gekregen. En één keer per dag maakt hij het op zijn manier schoon. Nou ja, verder. Eén keer per dag? Ik weet niet eens of het één keer per dag is. Nou ja, maakt er niet uit. Het is prima. Je staat hier voor weinig. Stroom zit erbij in. Mij hoor je niet klagen, want je bent met 5 minuten echt in Hatje Centrum. Ja, prima plek. Het is echt wel een prima plek. Prima. Nog een nieuwtje trouwens. Wij hebben gedoucht in de camper. Laat het wel vertellen. We hebben gedoucht in de camper, jongens. Ja. 2 keer toe. Ja. En hoe ging dat? Geen prima. Het is inderdaad wel even gedoe met het ombouwen. Dus als we een douche op de camping hebben, gaan we echt niet het gedoe aan om het om te bouwen. Ja. Maar het was echt prima. Weet je, het spette bijna niet. Kijk, ik zal even laten zien voor degene die de vlog niet zo heel vaak kijkt. Dit is namelijk onze doucheruimte. En dat is gewoon de plek van Bagheera waar de kattenbak staat, het water staat. Nou goed, meestal hebben we wel even wat aan het rekje hangen, zeg maar, om te drogen. Dus ja. Dus, we hebben dus gewoon even werk om dat om te bouwen. En dat is allemaal niet zo'n ramp, maar... Je kunt wel zeggen, oh, dan zit je die kattenbak aan de kant. Maar ja, als je kampeert weet je hoe groot een camper is en hoe groot een kattenbak is. Dus voordat je een plek hebt gevonden voor die kattenbak, dat je nog fatsoenlijk kunt lopen door de camper. Nou, je bent elke keer aan het ombouwen. Ja. Dat is een algemeen puntje hoor, van de camper, vind ik. Dat je, zoals wij hem hebben, is ontzettend fijn qua leefruimte. Ja, we hebben veel leefruimte. Maar je bent wel veel dingen elke keer aan het bed aan het op- en afbouwen. En je hebt ook al heel snel, als je ergens maar 1 nacht staat, dat je denkt, ja, ik ga echt niet de moeite nemen om de spullen buiten te zetten allemaal. Ja. Want voordat je die luifel uitgeklapt hebt, de stoelen buiten hebt staan, de tafel buiten hebt staan, ja... En daarna ook allemaal weer binnen zetten. Maar normaal, dat is natuurlijk in een normale situatie niet zo. Hè? Nee. Dan ga je ergens 2 weken staan. Nou, of veel mensen. Of meerdere dagen. Maakt het ook al anders. Kijk, ik snap dat niet helemaal. Dan denk ik, ja, ik heb een camper om rond te reizen. Waarom zou ik zo lang op een plek blijven staan? Maar er zijn echt mensen die gewoon ergens naartoe rijden. En die gaan daar 2 weken staan. Ja, dat is wel lekker makkelijk. Dus 1 keer op, 1 keer afbouwen. Dus dat snap ik ook wel weer. Maar dat, nou ja, goed. Dat is zoals het is. Iedereen heeft zijn keuze. Ja. Maar de douche gaat prima. Het is wel een beetje zoeken naar warm water. Want we hebben een aansluiting hier op deze plek in ieder geval. Die is niet zo heel gek zwaar. Dus dat wil zeggen, we kunnen het water alleen maar opwarmen met de eco-stand. Dan wordt hij tot 40 graden. En hij warmt hem dus niet bij in de tijd dat je... Dat je aan het douchen bent. Ja, want wij zijn natuurlijk zo efficiënt. We douchen even achter elkaar, zodat we niet 2 keer de cabine hoeven droog te maken. En dan heeft de eerste een lekkere warme douche. Nou, de tweede en de tweede die heeft dan voor de helft een warme douche. En na een minuutje, 2 minuutjes zegt hij van, ik ga voor koud water. Ja. En dan zijn we heel zuinig hoor. Ik bedoel, inzepen zonder water. Gewoon even wel je lichaam afspoelen. Eerst inzepen, dan kan de kraan wel even uit. Dus zoveel gebruiken we niet. Nee. Maar ja, dan is hij toch... Dat is ook wel te merken, want we hebben nu 2 keer gedoucht en het heeft 25% van de tank gebruikt. Dus, zoveel is dat niet. Nee, ongeveer 6, 7 liter per persoon per keer douchen gebruiken. Dus dat is heel zuinig. Dat is heel netjes, dat is heel netjes. Ja, ziet al red. Dus daar zijn we blij mee. Maar goed, voor nood kunnen we douchen. Deze plek is gewoon heel goedkoop. Ja. Heb je de plus en de plus en de minnen. Ik vind eigenlijk deze plek sowieso wel een grote plus. Nou, qua geluidsoverlast niet. Maar... Nee, je hebt wel geluidsoverlast, maar de plekken zijn redelijk even. Ja. Je zit aan een... Nou ja, dat is nadeel van het geluidsoverlast, maar het is ook alweer makkelijk om te komen. Je zit aan een redelijk grote weg, dus je hebt geen gedoe met moeilijke paadjes. Nee, stroom zit erbij in. Stroom zit erbij in, vlakbij het centrum. Vlakbij het centrum, met een goede pizzeria. Er is altijd wel wat te doen. Je hebt een avondmarkt hier, daar hebben we al beelden van. Nou, we filmen dit even vanaf de mobiel, want we zijn de camera vergeten. Typisch iets voor ons. Maakt niet uit. Nou, we zijn in Lui-Lekkerland beland. Ja, we zijn in jouw droomland beland, van de kaas. Veel kaas, heel veel kaas. En Parma, ham. Ja. Ja, hier, ik zei al, ik zou voor de hobby wel kaasmaker willen worden. Ja. Heerlijk. Ja, het is erg leuk. Ik zie gelijk het plaatje wel anders. Ja. Komt ook omdat we nu na lunchtijd zijn gegaan. En het is natuurlijk vrijdagmiddag. Dan is het waarschijnlijk plaatselijke markt. Ja. En het is nu 6:30 of zo. Ja. Dus ja, ze komen allemaal met elkaar. Ze hebben gewerkt. Ze gaan ze de stad in. Gaan eens even de stad in lekker winkelen. En dingetjes kopen. En dan zometeen gaan ze lekker met z'n allen op het terras zitten. Ik snap het wel. Ja. Ik snap die Italianen wel. Nou ja, wij zijn Nederlanders. Hè. Kijken, niet kopen. Nou, we hebben er ook geen plek voor. Ja, we hebben er wel plek voor, maar dan stinkt het de koelkast uit en dat wil jij niet. Nee, ik ben niet zo fan van stinkkaas. Nee, het zijn mooie beelden, dat zie ik nu al.
Het trilt een beetje. Ik heb geen stabilisator nu. Ja, nee, maak het nog erger. Mensen zijn helemaal zeeziek. Nou, we gaan verder. Ja. Je hebt er vandaag was normale markt. Ja, voedsel en kleding. Ja, volgens mij hebben we nog kleding nog een keer los een marktdag van. Het is nog wel, dus altijd wel wat te doen hier in het dorp. Stad. Ja, jongens. Ja, ik ben ermee begonnen, dus ik zal er niks over zeggen. Maar, nou. Dat gezegd hebbende, we gaan dit even afsluiten. Want anders wordt een heel lang stuk. We zitten alweer bijna een kwartier te kwebbelen. Leuk, hè, jongens. Oh, een kwartier ons gezicht in beeld. Ja, jongens, hè. Ja. Maud, we gaan even verder. Hoe is het met Bagheera trouwens? Nou, die... Nou, die ligt er heerlijk in de rust bij. Wordt ook veel gevraagd. Zeg eens even hallo. Buongiorno, Bagheera. Nou, het is nog wel even leuk om af te sluiten. Bagheera heeft de afgelopen dagen een ritme opgebouwd dat hij om 5:30 denkt, ik ga naar de kattenbak. Ja. Met lekker veel kabaal. En daarna ga ik een marathontje rennen door de camper heen. En daarmee neem ik alles mee wat in de omgeving zit. Dus de balletjes gaan alle kanten op, de wijnflessen vliegen alle kanten op. Prima voor onze nachtrust. Is heel goed voor onze nachtrust. Heerlijk, ja. En de grap is, de rest van de dag ligt hij lekker lang uit. Dus tip, of tenminste zoals wij het al wel merkten. Kijk, we hebben natuurlijk nu een paar keer dat we... Of we zijn nu voor langere tijd op één plek, ja. Rijden minder. Dan heeft hij meer energie. Dus hij kan overdag meer slapen. En normaal gesproken zijn we aan het rijden. En dan wordt hij moe van. Dan denkt hij, ja, ik kan niet echt slapen. En dan, dus dan slaapt hij de hele nacht door. En nu, nu is het een beetje anders. Het is toch net af en toe een kind, hè? Dat is het ook. Ja. We hebben niks anders. Dit is ons kind. Zo is het. We hebben hem! Ja. De code fiscale. Ja. Dus jongen heeft hem nog niet. Nee. Niet zit is niet helemaal handig zo. Kom maar even op vliegles. Vliegles. Ja. Hupsakee. Hé hey, jongen. Ja. Nou, het is gelukt hoor. Ja, het was... Ik ben blij dat we iemand mee hadden. Ja. Het gaat natuurlijk op zijn ambtenaars. Er was één afspraak gemaakt voor 2 personen. Dat kan al niet. Dat kan niet, want je moet 2 afspraken maken voor 1 persoon. Nee, en, je moet 2 afspraken maken, ieder voor zich. Ja. En, dus hij was al gestrest. Hij was al gestrest. En toen kwam er nog eens aanzetten dat ik een ID-kaart had. Dat was prima. Normaal gesproken is het altijd gedoe. Nou kun je beter een paspoort hebben. Maar nu was prima dat ik een ID-kaart had. En hij had een paspoort. En omdat hij bij mij al ID-kaart had aangeklikt, was het heel moeilijk om bij hem paspoort aan te klikken in een vakkie. Hele systeem liep vast. Ja. Nou. Het was ook echt... het kantoortje voelde ook een beetje of terug ging naar de jaren 80 of 90. Ja, bij ons zou het gewoon allemaal digitaal zijn. Ja, en daar is gewoon allemaal, ingold mapwerk. Allemaal nog ordners in kasten, ja. En zo. Maakt niet uit, het is gelukt. Ja, en het is ook alweer typisch, het was echt een ambtenaar. Ja. Je kon hem uittekenen, als het in een boek zou staan hoe dat eruit ziet, dan was het deze meneer. Ja. Maar alles prima, ik bedoel, hij was verder hartstikke aardig. Hij was hartstikke aardig. Maar op en top ambtenaar. Die man had ook niet wat anders kunnen worden. Nee. Dat is gewoon zoals dit. We zijn heel blij dat het geregeld is. En... Nou ja, het scheelt gewoon. En nogmaals, ik geloof zelfs dat je dit ook digitaal zou kunnen aanvragen. Maar ja, goed, omdat de makelaar zo zei van... Nee hoor, ik vul het wel even in en dan gaan we even naar kantoor. Het scheelt en zelf een heel gedoe. Zij heeft alles voor ons geregeld. Wij hoeft echt niks te doen. Nee, het was niet een alleen een even iets. Alleen even handtekening zetten, want zelfs de gegevens vulden ze nog voor ons in. Ja. Zelfs ze controleerde het zelfs nog voor ons, dus... Ja. Nee, dus dat betreft zijn wij blij. Ja. We gaan vanmiddag 2 huizen bezoeken. Ja. Dat is ook geregeld. Gisteren kregen we bericht dat er voor 2 huizen de mogelijkheid ligt om er een camperplek bij te maken. Eentje met zekerheid en de andere in overleg is zoveel mogelijk, zeg maar. Ja, ja. Er zijn er inmiddels wel achter dat dat niet standaard is, dat je dat maar zo even kan doen. Nee. Nou, dat is niet helemaal verwacht, op het Italiaans zeker niet. Maar in ieder geval... Er zijn geen geschreven regeltjes voor. Het is, nee, het is inderdaad... Dat zei je ook wel. Het is hoe je de burgemeester met je hebt. Als de burgemeester ouderwets is, dan wordt het een stuk lastiger. En als die open staat voor... als je aangeeft dat je ook de bevolking van de stad ermee helpt, dan staat die voor veel open, zeg maar. Ja, het gaat om het commerciële belang voor... De plaats. De plaats. Maar ja, dat is ook wat wij willen. Want ja. We zouden het ook fijn vinden juist als... lokale wijntjes, lokale kaas. Dat er lokale producten zijn. Ja, lokaalheid juist. Supporten en steunen. Dus in dat opzicht klopt dat ook wel helemaal met wat ze, waarvoor ze het zouden willen doen. Ja.
Dus we gaan twee huizen bekijken. Ja. Eentje is eigenlijk boven budget, maar is wat aan te doen. En de andere is... Het huis boven budget is wel voor een heel groot gedeelte af. Er zijn zelfs zonnepanelen. Er is een appartement al helemaal klaar in. Ja. Dus die is al wel een heel stuk af. Dus ja, het is ook een beetje de vraag, wat wil je gaan doen? En er is al een hele moestuin. Daarom, deze is al af. Ja. Is wel wat duurder als de andere, maar hij is af. Hè? Hoef je zelf weinig aan te doen. De andere is nog niet af, is daardoor goedkoper. Kun je daardoor wel je eigen stijl doen. Maar ja, ja het is keuzes. Het hangt ook van de plek af. We weten van diegene die wat goedkoper is, dat het op zich op een best mooi puntje staat. En ook best wel goed bereikbaar is. En los van dat het goed bereikbaar is, is het ook aan plaatsen eromheen allemaal goed te bereiden. Ja. En ook naar Milaan vliegveld en naar Turijn, zeg maar, is allemaal binnen een normale afstand. Hoogte is niet extreem hoog. Nee, nee. Het is 200 meter boven zeeniveau. Dus de winters zijn aangename, zou je verwachten. Ook al hebben we vandaag van de makelaar gehoord dat de afgelopen tijd hier de winters net zo zijn als in Nederland. Met andere woorden, bijna geen sneeuw en regenachtig. Ja, nou goed. We gaan het zien. We nemen de camera wel mee. Of we de beelden kunnen gebruiken voor de vlog, weten we nog niet. Nee. Maar we nemen de camera wel mee en dan... Anders doen we na die tijdverslag. Daarom, dat komt vast. Ga daarna lekker uit eten. Ja. Bij ons vaste adresje waar we nu al drie keer zijn geweest. We gaan even vieren dat we hem hebben. Ja. Ja, inmiddels kennen ze ons daar wel. En het is niet duur. Nee. En de pizza's zijn prima. Misschien dat ik vanavond een keer een pasta gaan proberen, maar de pizza's waren prima. We gaan zo even wat eten, want ik heb eigenlijk honger. Oh nee, ik kreeg koffie, hè? Ja, zo'n koffietje. Het is nog vroeg. Het is nog maar... Voor ons doen ze heel... De wekker ging gewoon om 7:10 vandaag. Dat is voor ons echt vroeg. Ja. We zijn inmiddels wel aan gewend. Dat is een beetje 8:30, 9:15. Ja, dan denk ik een keertje, we gaan eruit. We gaan eruit en dan zijn we er om 9:00, 9:15 een keer uit. Dus het was voor ons doen ineens vroeg. Ja. Maar het is wel leuk, want je merkt ook als je dan wat vroeger zo het centrum inloopt, dat de Italianen ook aan het opstarten zijn. En ja, je maakt gewoon dus wat meer van het ochtendritueel mee. Ja, en de Italianen, kijk, in Nederland is het voor mijn gevoel staat iedereen veel vroeger op en is het gelijk vrij vroeg beginnen. En hier is het echt om 8:30, 9:00, dan gaat iedereen een keer een koffietje aan een barretje drinken en daarna gaan ze rustig op hun tempoetje naar het werk toe. Ja. Moet je vooral niet te druk maken. Nou, dat moet je ook helemaal niet willen. De markt werd rustig opgebouwd. Ja, de markt is er weer. Dat weten we dus nu, dat is op dinsdag en op vrijdag is die markt. Ja. Is ook, en het zijn eigenlijk best wel leuke markten. Het is echt een leuke markt, want je hebt heel veel lokale producten. Wat ik de vorige keer ook al zei, voor mijn gevoel in Nederland is het heel veel import voor supermarktprijzen wordt op de markt verkocht. En hier is het echt lokaal. Je ziet ook producten die in Nederland gewoon niet tegen zou komen op de markt. Dat is hartstikke leuk. En veel meer kleding ook. Om vroeg kopen heel veel mensen je kleding op de markt. Meer als in Nederland. Ja, dat zou maar zo eens kunnen, ja. Dat zou maar zo kunnen. En beddengoed en gordijnen en... Stoffen. Stoffen. Je kunt zo geen niet bedenken als verkopen het hier wel op de markt. Elektronica, ja. Stekkerdozen, Chinese pruttel. Het is hier ook allemaal te koop op de markt. Ja. Hadden wij ook wel, denk ik. Als je in grote plaatsen bent, dat zeg maar, merk ik ook wel. Maar goed, in Winterswijk in ieder geval niet. Nee. Niet meer zoals het hier is. Okay. We gaan een koffietje drinken. Koffietje drinken. Gaan we doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot volgende week.